recht naar achter die armen en we blijven dribbelen. Hè? We gaan niet wandelen, we blijven in beweging. Hè? Dat is belangrijk. Voorheen dan deden ze niks en kwamen ze, sommigen kwamen 5 kilo te zwaar aan op de training. Je ziet nu dat het gros van de jongens toch veel meer doen. In tegenstelling tot wat ze bij de club zeggen, dat ze 4 weken lang niks moeten doen. En dan krijgen een klein programmaatje mee. Maar je ziet die jongens gaan overal trainen, omdat ze willen zelf in shape blijven. Als je vakantie hebt, dan ben je ook aan het genieten. En je gaat lekker naar het strand en je doet leuke dingen. Maar je bent wel uiteindelijk topsporter en je wil wel fit zijn. En door het seizoen heen kom ik wel bij Errol. En ja, dan ligt het net op iets andere accenten. Dan is het minder conditioneel, dan is het meer bewegen, wenden, keren, dat soort dingen. En dat doen we nu ook wel. Alleen nu is het ook vooral opbouw voor het seizoen. Met wat krachttraining en wat loop en conditioneel werk. En daar voel ik me goed mee. En hij weet me altijd goed klaar te stomen. Dus dat vind ik fijn. Dat zijn de mannen. Goed zo. Goed zo, Noah. Kom. Naast Sander Fischer, die nu stage loopt bij Apoel Nicosia op Cyprus, zijn er meer voetballers die zich onder handen laten nemen door looptrainer Errol Essayas. Jan-Arie van der Heijden en Warner Haan zijn hier regelmatig te vinden. En ook Sparta-verdediger Denzel Dumfries traint mee. Je wilt sowieso volgend seizoen natuurlijk knallen en altijd hogere doelen stellen aan jezelf, hogere eisen. En ik denk, je kan er maar zo vroeg mogelijk bij zijn en meteen beginnen met trainen. Even genieten van vakantie en dan weer volle bak trainen. Errol zei, volgens mij is Denzel een beetje langzamer geworden in het tweede seizoen zelf. Hij is in elk geval niet sneller geworden. Ik ben sowieso niet sneller geworden, nee. Dat is zeker waar. Maar ik mag verwachten dat ik in het nieuwe seizoen wel wat sneller ben, hopelijk. Dus verwacht ik wel. Behalve conditietrainingen werkt Errol Essayas ook aan looptechnieken. Essayas heeft ook tennissers, atleten en honkballers onder zijn hoede. En elke sporter krijgt een specifieke training in zijn eigen discipline. Kijk, ik zeg vaak, hè, als mensen gaan tennissen, dan komt er een tennisleraar bij. Als mensen gaan golfen, dan komt er een golfleraar bij. Maar als mensen moeten lopen, dan denken dat iedereen zegt van je loopt zoals je loopt. Dus we pakken schoenen en we gaan lopen. Maar nee, lopen is veel complexer. En iedere atleet loopt op een eigen manier waarschijnlijk? Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl natuurlijk. Maar je kan wel zorgen dat die persoon zo economisch mogelijk loopt. En daar gaat het natuurlijk om. Als je niet economisch loopt, dan kom je vast te zitten. Als je een voetballer loopt gemiddeld zeg maar tussen de 10 en 13 kilometer per wedstrijd, is 90 seconden totaal aan de bal en de rest is lopen. Dus je moet gewoon zorgen dat je heel veel loopt. Ik vond als ik naar mijn looptechniek keek, sowieso dat ik er veel uit kon halen. Ik loop een beetje gebogen. En ik vind met mijn voetenwerk veranderen, vind ik het hier wel... Dat hij het erg goed doet. Je kan zeker jezelf aanleren om beter te doen, om betere techniek te lopen en beter te bewegen. Omdat je dat veel doet, mee bezig bent. Ik ben ervan overtuigd dat Errol dat kan. En ik denk dat daarom ook zoveel topsporters graag bij hem trainen. Ja.